Ja, wij waren altijd aan het tekenen, mijn tweelingbroer en ik. Tekenen was schitterend, want fijn om te doen. En ging ik naar het museum en dan zag je dus schilderijen. En je dacht, god, dat wil ik later ook. Nou ja, nu heb je dus een plaats gekregen, al die graffiti, hè? Wat op zichzelf prachtig is, vind ik. Voor de achtergrond van een schilderij is heel mooi. Dit heb ik ook gebruikt voor een schilderij. Met bejaarden die voorbij komen. En dat contrast met een paar van die hangjongeren erbij. Het is verval, hè? Zo zijn oude mensen ook mooi, hè? Het is ook een soort verval. Oud worden is ook wel mooi om naar te kijken. Kijk, dat is een pricht. Ik heb dit gebruikt voor een achtergrond van hangjongeren. En met een beetje licht erop, dan staat het helemaal groen uit hier. En dat heb ik dus wat sterker gemaakt. Ik ben alleen dat blikje vergeten, schitterend. En dit is ook veel groener normaal, maar ik overdrijf dan die kleur. Het is niet exact dit. Ik maak het soms wat nieuwer, terwijl het ook heel oud is. En dat plekje in die steegje achter, dat ken ik al heel lang, al een jaar of 30, 40. En elke dag denk ik, joh, ik moet dat een keer gaan schilderen. Totdat je weet waar het dus bij kan passen. Nou, dit schilder heb ik eerst gemaakt, hè? Die hangjongeren, daarboven. En ja, dit is, kijk, kleine schilderijen zijn vaak niet echt een voorstudie, maar een begin voor een groot schilderij. En een grote schilderij wordt altijd toch een heel ander schilderij. Maar die figuren die ik dan gebruik, dan denk ik, nou, dat kan ik nog wel een keer doen. Je moet het toch allemaal uitvinden. Ik vind het prachtig hoe mensen dus naar binnen gaan, iets bestellen, hier gaan zitten. Voor mij zijn het allemaal schilderijen. Kijk, ik vind het natuurlijk prachtig ook, zo'n dingetje waar niks ligt, hè? En al die koketten en dat licht wat erachter zit, dat is prachtig. Maar wat het leuke is, dat je dus zo'n spiegeling ziet allemaal, dat vind ik erg mooi om te schilderen. Ja, schilders kijken naar eenmaal anders, hè? Die vinden dingen mooi die men over het algemeen zegt, vind jij dat nou mooi, weet je? Maar wij vinden dat prachtig. En omdat je daar gewoon iets in zit wat je kan gebruiken, als contrast heel voor elkaar. Dus een paar muren die anders zijn. En aardappeleters zijn natuurlijk al eerder geschilderd, hè? Bijvoorbeeld. Hè? Ik heb dus een schilderij gemaakt, die heette ook de aardappeleters, maar er waren patateters. Maar ik vind zo'n stel die met zo'n brommer aankomt en dan heen, hup, stop. En wij gaan dus een koket halen. Heel doelbewust, hè? Dat is niet zomaar, ze staan niet in etalage te kijken. Dat vind ik heerlijk, zo'n heerlijk moment. Een werkdag, mijn werkdag begint elke dag om 10:00. Hooguit 9:45. En dan ben ik hier en ben ik aan het tekenen. Ben ik tot 7:00 aan het werk. En dan ben ik wel moe. Kijk, als ik aan een schilder ben, dan ben ik daar aan het schilderen altijd. En dan staan er altijd doeken om me heen die af zijn. Of die nog niet af zijn. Waar ik dus dan in de tussenpozen aan werk. Achter je staat een schilderij die uit 70 jaar is, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook wel prettig om dat gewoon vast te houden. Te kijken van hoe ik dat toen gedaan. Ik werk nu wat losser. En dat zie je ook aan dat schilderij van die eenzame man daar. Een zwaar overdreven plooien en alles gemaakt. En de handen wat uitvergroot en wat ouder gemaakt en noem maar op. Maar daar is zo'n huid natuurlijk erg belangrijk. En daar zie je dus echt die blauwe ondergrond in van zo'n huid waar je dan doorheen kijkt, weet je. Dat is heerlijk om te schilderen. Er zijn periodes dat ik een zelfportret maak. En het is heel intens. Je kijkt voortdurend naar jezelf in de spiegel.
In de tijd dat iedereen de snor had, zo'n beetje. 63 is dit. In de periode dat ik nog probeerde met allerlei technieken wat te schilderen, een keer wat grover, de andere keer wat fijner. En ja, ik ben nog steeds blij dat ik het nog heb, dit zelfportret. Ik kijk door een raampje en ik kijk naar wat er om me heen speelt. Soms zet ik mezelf ook tussen een aantal figuren. Hè. Ik heb mezelf ook geplaatst tussen de hangouderen. Maar dan een wat dikkere kop gegeven. Zal ik je laten zien? Dat is dit. Even kijken. Kijk, het is een beetje een grappig schilderij. Hè. Mensen die bij elkaar ontmoeten in een drukke winkelstraat of zoiets en grote pret hebben en wat koffie halen bij Albert Heijn misschien en praten over alle dag. Het is ook een schilderijtje, een heel klein ding, waar bejaarden aan boodschappen zijn doen. En dan altijd iemand zit ergens of zo en wat komt er, wat, een paar van de figuurtjes komen voorbij. En dan zo'n etalage met zo'n stenen zijkant, ik vind het prachtig. En dit is het, alleen maar het boodschappen doen. Doe ik niet gauw, dit is een schilderij maken zonder hoofden. Maar dit was voldoende, die tassen. En dan die prachtige jurken die ze aan hebben. Vanuit het huis waar we woonden was het een klein stukje lopen naar het museum waar we dus met ouders heel vaak naartoe gingen. Ook naar het Volkkundig Museum. En ik kende elk schilderij. En dat fantastische schilderij, Het Laatste Oordeel van Lucas van Leiden, ik vond het fantastisch. En wat ik natuurlijk het mooiste vond was natuurlijk de hel. De mensen die in de hel worden gedreven. Het geduw van die monsterlijke lui. Prachtig. Toen ik dus vertelde dat ik dus op de academie wilde, was dat geen goed idee van mijn ouders. Ik ben in mijn avonturen bollen gaan sorteren en dat soort dingen. Om een schoolgeld te kunnen betalen van de academie, van de Koninklijke Academie in Den Haag. Dus na een tijdje vonden ze het eigenlijk wel heel mooi dat ik daar dus al een maand op school zat, daar 5 avonden in de week. Hè. Ja. 'S ochtends 8 uur beginnen het werk, grote vuren, drukkerij daar waar ik retoucheur werd en fotograaf. En daar, en daarna om 7 uur op naar Den Haag met de blauwe tram. Heel lange dagen en daarna als ik thuis kwam ging ik aan het werk. Ik trok een borrel met mijn vader en dan tot een uur of twee ging ik dus etsen of tekenen. Hier komt er nog één en die staat nu daar. Ja. Ja. Dus dat moeten ze nog aanpassen. Okay. Dus als dat klaar staat, dan zet ik die paar grote typische paals op contant te staan. Ja. En dan gaan we weer verder. Mooi. Nee, die vitrines moeten nog gevuld worden. Ja. Hier komt een heel mooi beeld uit Ierland. Dat is boven Nigenea, het kleine eiland. Een top stuk van het museum. En hier komen dan wat beelden van uit onze collectie. En verderop, nou ja, het wordt allemaal zo'n beetje een mix van wat bij ons vandaan komt en van het museum. En deze objecten, die heb ik dus gemaakt in een periode. De ene is uit 2000, nee, wat is het? 1983 geloof ik. En de andere is een stuk later. Dat is leuk, dit. Kijk, alles moet nog geregeld worden, verlichting, alles moet nog bijgesteld worden. Het is naar aanleiding van een beeld wat ik zelf in huis heb. En daar heb ik dus een heel toestand mee gemaakt. En de schilderij heet Het Offer.
vooral Nieuw-Guinea vond ik zo boeiend. Daar leefden mensen die dus in het steentijdperk leefden. Met hakbijlen van steen aan het hakken waren en prachtige beelden maakten. Dat was fascinerend. En dan de manier hoe ze eruit zagen met die peniskokers en die eenvoud. Ja, ik vond het zo iets moois. Er zijn zoveel dingen die ik nog wil maken.